Verliezen hoort er ook bij, zelfs in de halve finale van het WK. Jouw verhaal. Ja, dat moet ik zeggen. Het is gewoon heel erg zuur. Ja, meer kan ik er niet van maken. Ik vond het een andersoortige wedstrijd, omdat je nu al vrij snel op 1-0 achterkwam en dus meer het spel moest maken, wat jullie trouwens ook goed deden. Ja, ik denk eigenlijk dat het vanaf het begin het initiatief eigenlijk aan ons lieten. Ze lieten onze centrale vrij. Ja, Giroud die heeft mij eigenlijk de hele tijd overal gevolgd. En ik zei tegen hem, hou eens een keer op, maar hij zei, ja, ik heb opdracht gekregen. Dus, dat zegt ook wat, hè? Ja, maar ja. En daarna komen we, denk ik, komen op 1-0 achter, stomme tegen goal. En dan loop je meteen achter de feiten aan. Ik denk dat wat wij het hele toernooi hebben gezien, als je 1-0 voorkomt, ja, is toch comfortabel voetballen. En ik denk dat wij daarmee, door die 1-0, hun eigenlijk een beetje in de kaart speelden, want ze hebben zoveel snelheid voorin. En ja, toen moesten we komen wat je zegt. Ik denk dat we ook wel, ja, misschien wel trots kunnen zijn, want hoe wij gespeeld hebben tegen de regerende wereldkampioen, ja, is denk ik een groot compliment. En als je ziet ook, Neef Egger die zou starten, die kon niet spelen. Roman, zij is de aanvoerder, na 10 minuten kan hij niet verder. Ja, we hebben gewoon echt alles gegeven. Noes die in de rust eraf moet. Ja, dan is het gewoon heel zwaar en ook lastig tegen zo'n sterk team. Sofian, heb je in de gaten wat jij hebt laten zien, jezelf en Marokko? Zowel in Nederland als in Marokko, als eigenlijk alle wereld Marokkanen. Realiseer je dat? Ja, kijk, natuurlijk krijg je het een beetje mee, maar als je op het WK bent, je zit eigenlijk afgeschermd van iedereen. Je zit in een tunnel. Het enige wat je doet is concentreren op de wedstrijden, herstellen en weer aan de bak. Misschien achteraf straks als we hier weg zijn en we terug kunnen kijken op een mooi toernooi. Maar wat ik zeg, nu is het voor heel zuur. Want je bent zo dichtbij een finale en dan is het heel pijnlijk. Snap ik. Nu zuur, ooit ga je lachen. Sorry? Nu is het zuur, ooit ga je lachen, Sofia. Ja, of niet. Want het is wel heel pijnlijk. Als je zo dichtbij bent, met zo'n WK, dan wil je heel graag.